Al tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de geallieerden bedacht dat er na de Tweede Wereldoorlog een internationale organisatie moest komen die uh, nieuwe oorlogen in de toekomst zou proberen te voorkomen. Dit werd de Verenigde Naties. In de Verenigde Naties uh, zouden alle landen van de wereld uh, zitting komen nemen. De Verenigde, de Verenigde Naties kon in de periode van de Koude Oorlog vrij weinig doen. Uh, dat had ook te maken met op de manier waarop het georganiseerd werd. Hier kan je in een filmpje uit de vierde klas wat meer over vinden. Tijdens de Koude Oorlog en in de beginperiode van de Koude Oorlog zie je dat beide landen, in de landen waar zij invloed hebben gekregen, heel erg graag willen dat hun idealen naar voren komen. De landen in West-Europa moeten volgens de Verenigde Staten allemaal kapitalistisch worden met een vrije markteconomie. De Verenigde Staten heeft de landen in West-Europa ook gewoon de vrije verkiezingen beloofd. Ze hopen wel heel erg dat het ook allemaal kapitalistische regeringen worden. Daarom steunt de Verenigde Staten in de West-Europese landen uh, die landen met geld, het marshall geld wordt gegeven aan die landen om uh, de boel daar goed op te bouwen en te voorkomen dat die landen arm worden. Want arme landen zouden eventueel communistisch worden. De Sovjet-Unie wil in de landen in Oost-Europa dat daar bevriende staten komen en die helpen communisten in die landen aan de macht. En ze willen een buffer met bevriende staten om te voorkomen dat het Westen nog een keer, eer, nog een keer uh, uh, de Sovjet-Unie zou aanvallen. In de optiek van Stalin was dat namelijk twee keer gebeurd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog had het Westen het Oosten aangevallen. En met name Duitsland had het Oosten aangevallen. Daarom wilde Stalin uh, uh, aan, tussen hem en Duitsland een buffer van bevriende landen hebben. Toen in de periode 1945 en 1949 steeds meer landen in Oost-Europa communistisch werden, werden de Verenigde Staten een beetje bang. En richtten zij in 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie op. Een militair bondgenootschap waarin zij zeggen dat wanneer er één van hun bondgenoten wordt aangevallen, zien wij dat als een aanval op ons allemaal. De Sovjet-Unie volgde in 1955 met het Warschau Pact. Nu zien we dus dat uh, tijdens de Koude Oorlog het niet alleen ideologische machtsblokken zijn, dus een communistisch machtsblok ten opzichte van een kapitalistisch macht machtsblok, maar dat er ook zelfs militaire bondgenootschappen ontstaan. De NAVO, het Militaire Bondgenootschap van het Westen, ten opzichte van het Warschau-Pact, het Militaire Bondgenootschap van het Oosten. Een aanval van een land van het oosten op één klein landje van het westen zou dus betekenen een aanval op allemaal. Hierdoor krijg je dus echt grote machtsblokken die tegenover elkaar komen te staan. Typerend weer voor de Koude Oorlog.